MMC Veldhoven voert betaald parkeren in. Grote brand op bedrijventerrein in Rijen. Dag dames en heren, u kijkt naar het Brabant 10 Nieuws. Mijn naam is Joanneke de Waal Malefeit. Vanaf 4 oktober voert het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven betaald parkeren in. Het ziekenhuis hoopt daarmee wildparkeerders tegen te gaan. Het parkeerterrein voor het Veldhovense ziekenhuis dient nu regelmatig als verzamelplaats voor bouwvakkers, carpoolers en dagjesmensen die van daaruit de bus pakken. En dat zorgt volgens een woordvoerder van het MMC voor overlast. Het terrein biedt ruimte aan zo'n 1400 auto's, maar veel mensen die naar het ziekenhuis moeten kunnen geen parkeerruimte meer vinden. De maatregel om betaald parkeren in te voeren is dan ook niet bedoeld om zakken te vullen, maar te zorgen voor een betere bereikbaarheid voor patiënten en bezoekers. Bij MMC Eindhoven kent men al langer het systeem van betaald parkeren. De tarieven op beide locaties zijn hetzelfde. Voor de eerste 15 minuten tot een uur betaal je 1 euro. Elk half uur daarna kost 50 cent. Bij een grote brand op bedrijventerrein Haansberg in Rijen zijn in de nacht van dinsdag op woensdag 3 bedrijven zwaar beschadigd geraakt. Rond 2 uur brak de brand uit, vermoedelijk in een opslagplaats voor textiel. Het verzamelgebouw aan de provinciebaan ging in vlammen op. Het bedrijf dat deel uitmaakt van een complex van 3 bedrijfspanden moet als verloren worden beschouwd. Het dak is ook ingestort. Nou, we hebben een flinke uitslaande brand. Het is een bedrijfsverzamelgebouw aan de provinciebaan. Het middelste bedrijf, nummertje 9, textielbedrijf. Daar is de brand uitgebroken. Nou, dat pand moet als verloren beschouwd worden. En de panden aan de weerszijde, nummer 7 en nummer 11, die hebben flinke rook- en waterschade opgelopen. In een van de panden waren gasflessen opgeslagen. Het is direct in de gaten dat dat een mogelijke bron van gevaar zou kunnen zijn. De toegangsdeur is geforceerd. We bekeken daar of de brand over zou kunnen slaan en dat is niet gebeurd. Aan de andere kant, op nummer 11, een bedrijf in bouwstoffen. Daar is korte tijd op de eerste verdieping een kantoortje is brand geweest, maar die is geblust. Ja, de vlammen kwamen echt uit het dak. Wat ik al aangaf, oorzaak is nog onbekend. Maar dit was een flinke brand. De brandweer is met zo'n 50 mensen uitgerukt van de korpsen Tilburg, Gilze, Rijen en Dorst om het vuur te bedwingen. Er vielen geen gewonden en er zijn behalve rook ook geen schadelijke stoffen vrijgekomen. In de Profile Ladies Tour werd woensdag de tweede etappe gereden. Met een snelheid van ongeveer 40 km per uur legden de dames een afstand af van maar liefst 107 km. De tweede etappe van de Ladies Tour startte in Leende met een geneutraliseerd vertrek over 1,9 km. Volgens sommigen dient een geneutraliseerde start als warming-up. Volgens anderen is het gevecht om de positie achter de jurywagen bepalend voor de wedstrijd. Op het moment dat de juryauto optrekt, beginnen de ladies te sprinten. Geen eindsprint, maar een beginsprint. De enkele toeschouwer die naar deze sprintstart van de etappe kwam kijken, genoot ervan. Nou, ik vind wielrennen een van de mooiste sporten om te kijken voor de toeschouwers. En omdat het zo dicht bij Valkenswaard is, ben ik naar Leende gekomen om te kijken. De achterblijvers in het dorp zijn duidelijk degene die bij de geneutraliseerde start zijn gaan kijken. Of toch niet? Jawel, ik kwam even kijken, maar we waren iets te laat en toen zijn ze hier vertrokken. Dus ja, nou, bij gat, hè. Dus we hebben niks gezien? Ja, we hebben niks gezien, nee. Maar vanavond hopen we wel. En waarom hebt u besloten om te komen kijken? Helaas net iets te laat. We hier vlak bij op de camping liggen en toen zouden we dat hier iets te doen was. Dus we wisten eigenlijk nergens niks vanaf. En toen zijn we maar even op de fiets gestapt en naar hier gekomen. Dus, En wie is uw favoriet? Wat denkt hè? Ons Marianneke. Ja, dat is de favoriet en hoort toch wel. Marianneke mag dan favoriet zijn. Martine Bras was woensdag het snelste. De 32-jarige renster mag de tweede etappe van de Ladies Tour op haar naam schrijven. Het vierkante meter op het Pieter Vredeplein in Tilburg in de winter is zo goed als zeker. Er is nog zo'n 15.000 tot 20.000 euro tekort, maar de organisatie gaat ervan uit dat dat moet gaan lukken. Tussen de 100.000 en 110.000 euro is al toegezegd. De schaatsbaan moet van eind november tot 2 januari voor de nodige sfeer in de binnenstad gaan zorgen. Justitie heeft 20 jaar cel geëist voor de moord op H. Dirks uit Helmond. Dirks kwam vorig jaar oktober om het leven in een woning in de Helmondse Dasstraat. Een 48-jarige Helmonder ging hem daar te lijf met een kloofbel. De
De advocaat van de verdachte beroept zich op noodweer en vroeg de rechtbank zijn cliënt te ontslaan van alle rechtsvervolging. De officier van justitie sprak echter van een vastberaden actie. Het motief voor de moord is onduidelijk. Er komt een commissie van wijzen die de overheid gaat adviseren over de uiteindelijke plannen rondom Organon in Os. De wijzen beoordelen of het beoogde Science Park haalbaar is en wat het park betekent voor de lange termijn. Bij Organon is een massa-ontslag aangekondigd. Als er niks gebeurt, gaan ruim 2000 banen verloren. De commissie is een initiatief van de provincie Noord-Brabant en het ministerie van Economische Zaken. Het mogelijk regionaliseren van de brandweer als gevolg van een nieuwe wet over veiligheidsregio's stuit op weerstand bij het college van BMW in Bergijk. Dat zou namelijk betekenen dat de vrijwillige brandweer in het dorp onder het Eindhovense korps valt. Volgens de Bergijkse burgemeester Driek van de Vondenvoort staan de vrijwilligers in zijn gemeente heel dicht bij de mensen en is de lokale functie van de brandweer dus heel belangrijk. Op de TU in Eindhoven gaat de start van het nieuwe academische jaar maandag 6 september gepaard met acties van vakbonden. Middels e-mailacties en het verspreiden van flyers gaan de vakbonden door met hun strijd voor een nieuwe cao voor universiteitspersoneel. Eind juni, net voor de zomervakantie, liepen onderhandelingen daarover vast. De bonden vinden dat medewerkers van universiteiten recht hebben op carrièreperspectief en werkzekerheid. Daarnaast eisen ze koopkrachtbehoud. Ankie van Grunsven gaat toch mee naar de Wereldruiterspelen in Kentucky. De Erpse Amazone schrok in eerste instantie toen bondscoach Casper de Jonge haar belde, maar ze kijkt er nu vooral naar uit. Van Grunsven vervangt Jurgen Poels, wiens paard geblesseerd is. Ze gaat mee als vierde lid van het Reining-team. Reining kan worden gezien als het dressuuronderdeel van het westernrijden. De Wereldruiterspelen in de Verenigde Staten beginnen 25 september. Kevin Gorzinski uit Waspik kon weer een feestje vieren. Het 17-jarige multitalent werd op de World Statues in Arnhem voor de vierde maal op rij verkozen tot het beste levende standbeeld. Meedoen aan de World Statues is al bijzonder, maar volgens Kevin is winnen helemaal fantastisch. Het voelt natuurlijk helemaal geweldig, ja. En het is gewoon internationaal vanuit de hele wereld, Amerika, New York, Australië, natuurlijk Nederland. En dan in zo'n klein landje wordt het georganiseerd en dat voelt toch wel een eer. Honderden jongens uit de hele wereld doen mee. De vraag is wat Kevin's act nu zo speciaal maakt ten opzichte van al die anderen. Ik heb gehoord van de jury dat vooral het entertainment vinden ze heel bijzonder. En ook zeker voor een jonge kid statues tot 17 jaar. Dat ik steeds voor de vierde keer weer in de prijs ben gevallen. En dat ik gewoon de mensen laat verrassen met mijn standbeeld. Kevin is een geboren podiumdier. Hij geniet als levend standbeeld met volle teugen van alle aandacht. Het publiek, de reactie van het publiek, de aandacht van het publiek, alles, de jury. Gewoon als je daar staat en je weet dat de mensen het helemaal geweldig vinden, die denken echt dat je een standbeeld bent. En als hun het geweldig vinden, nou, dan vind ik het ook geweldig. Dit jaar was zijn laatste jaar in de categorie Kids. Volgend jaar doet hij mee bij de volwassenen. Ook dan wil hij een gooi doen naar het allerhoogste. Wat de plannen zijn, dat hou ik nog even als een verrassing, want pas voor het jaar zie je het op de World Statues 2011. In Breda, beter gezegd in het Ginneke, is woensdag het zomerfestival van start gegaan. Tot en met zondag is het onder meer braderie en kermis. De 42e editie van het zomerfestival Ginneke moet een feest der herkenning worden. Het feest van herkenning. Ja. En waarom noemen wij het feest van herkenning? Dat is de vraag die je wil stellen, denk ik. Dit feest echt het feest voor Bredanaars is. Bestaande Bredanaars, mensen uit de regio en met name ook heel veel oud-Bredanaars. Die pakken altijd even het Zomerfestival Ginneke mee om weer eventjes thuis te komen. Het is al een evenement wat jaren bestaat, maar toch worden er elk jaar weer nieuwe ingrediënten aan toegevoegd. Klopt. Want wij zijn een aantal jaar geleden ingestoken op kunst en op cultuur met name. En dit jaar hebben we de kunstroute, dat is een nieuw initiatief. De kunstroute houdt in alle kunstenaars uit het Ginneke.
hun atelier openstellen voor bezichtiging, voor een kijkje in de keuken. Onder meer nu is een grote boekenmarkt op de Ulvenhoutstraan. Ja, die is naar de Ulvenhout. We zijn ooit begonnen met een boekenmarkt een stukje terug op de Ginnekenweg. Dat was een boekenkraam een boekenmarkt van een kraam of 10, 12 zo ongeveer. En we hebben besloten om dat inderdaad uit te breiden naar de Ulvenhoutstraan op zaterdag en zondag. En daar staan inmiddels bijna drie keer zoveel kramen als dat er in het begin stond inderdaad. Thema van dit jaar is geloof ik rock en roll. Waarom is daarvoor gekozen? Dat kan ik je al uitleggen. Het is, om het even goed aan te duiden, het is retro rockers in razende rollercoasters. En eigenlijk is die titel een metafoor voor en een hommage ook aan het jaar van de aanvang van de eerste braderie Ginneken. Het was in 1968, nou, de 60's, retro rockers in razende rollercoasters. Paul, wat er natuurlijk ook bij hoort bij dit evenement als de kermis. Absoluut, vaste waarde van Zomerfestival Ginneken. We zijn er heel blij mee, gaat in nauw overleg en samenwerking met gemeente Breda. En de Ginnekes kermis is gewoon niet weg te denken. De minister van Defensie kwam er woensdag speciaal voor naar Breda. In de Grote Kerk vond namelijk de opening plaats van het academisch jaar van de Nederlandse Defensieacademie, de KMA in Breda en de KIM in Den Helder. Met voorop de demissionair minister van Defensie Elmert van Middelkoop en generaal-majoor Siem van Groningen van de KMA vertrok rond 10:30 de top van de Nederlandse Defensie vanaf het kasteel van Breda naar de Grote Kerk. Naast militairen liepen ook de decanen van de opleidingen mee in de stoet. Bij de ingang van de Grote Kerk stond de erewacht opgesteld. In de kerk zaten toen al alle kadetten en adelborsten. Externe onderzoekers bevestigden onlangs het academisch niveau van de opleiding. Daarnaast is het onderzoek van de faculteit op weg om het universitaire topniveau te behalen. De bijeenkomst werd geopend door generaal Siem van Groningen. Het is een van zijn laatste dagen dat hij werkzaam is op de KMA. Dames en heren, ik sta hier om meer redenen voor u met gemengde gevoelens. In de eerste plaats omdat dit de laatste maal is dat ik u welkom mag heten bij de opening van het academisch jaar. Over 2 dagen draag ik het commando over de Nederlandse Defensieacademie over aan generaal-majoor Tischkens. Deze functie heb ik de afgelopen jaren met veel plezier gevuld en ik ga alle boeiende aspecten die ermee verbonden waren zeker missen. Van Groningen ging ook nog in op de berichten over misbruik op de KMA in Breda. Omdat er meestal zo positieve berichtgeving over de Nederlandse Defensieacademie in de afgelopen weken werd overschaduwd door negatieve berichtgeving. Sommige publicaties zouden argeloze lezers zelfs kunnen laten geloven dat wangedrag bij ons aan de orde van de dag is. De missionair minister van Defensie Middelkoop ging in zijn lezing in op het belang van het academisch onderwijs voor officieren in opleiding. Middelkoop kon natuurlijk niet om de kabinetsformatie heen. Wat zal het nieuwe jaar ons brengen? Wat zal het nieuwe kabinet, als het ooit komt, ons brengen? Het antwoord daarop is ook voor de Nederlandse krijgsmacht van groot belang. Dit is de tijd van formatie, de tijd van grote beslissingen. Ook over budgetten, vooral over budgetten. Over bezuinigingen. En dus voor ons over de toekomstige richting en inrichting van de krijgsmacht. De bijeenkomst in Breda werd afgesloten met de uitreiking van de Hein Sabelus Scriptieprijs aan de kadet met de beste afstudeerscriptie. En tot zover het Brabantien nieuws. U kunt natuurlijk het nieuws blijven volgen via Twitter. Dat kan via twitter.com/Brabantien. Morgen zijn we er weer met een nieuwe uitzending. Graag tot dan. Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door het stationneke Asten. Zon en wolken wisselden elkaar af. De meeste bewolking was vandaag te vinden in het oosten van Brabant.
Vannacht koelt het flink af en is er kans op mist. Donderdagochtend lossen de mistbanken snel op en er is eerst veel zon. Later op de dag meer bewolking. Middagtemperatuur komt uit op een graad of 19. De noordelijke wind is zwak tot matig rond kracht 3. Vrijdag en in het weekend is het droog en er zijn er flinke perioden met zon. Bij een oostenwind wordt het circa 20 tot 22 graden. De eerste dagen is er wel kans op mist in de nacht en in de vroege ochtend. Het weer werd mede mogelijk gemaakt door het Stationneke Asten.